Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The Punch. Het programma waarin we weer duiken in de wereld van ringsporten. En of het dan gaat over kickboksen, MMA of boksen, dat maakt niet uit als het maar leuk is met interessante gasten. En vandaag aan tafel natuurlijk Melvin Manhoef, oprichter van WFL. En naast ons de speciale gast, oftewel Marciano Buguandas. Welkom. Ja, hoe gaat het? Goed. En met u? Ja, en met u. Kijk. Ja, dat is netjes opgevoed. Ja. 3 jaar geleden ben je uit Suriname gekomen. Ja, ben ik voor eerst naar Nederland. Vertel, van waar de grote stap? Ja, voor de liefde. Voor de liefde? Voor de liefde. Oh. Ik ben hier gekomen en ik had al een plan. Ik weet dat ik doe kickbox. Ga ik gewoon doorzetten dat ik toch wat kan bereiken in de kickboxwereld. Ja. Dat is aardig geluk. Gelukkig, ja. Ja, want je bent nu een professional fighter. Ja, ik ben professional geworden. Ja. Ik kreeg trainde en ik kreeg een telefoontje. Glory Confetti. Hm? Ja, ik was enthousiast. Ongetraind in de ring stappen. En, Je bent ongetraind, ben je gewoon... Ongetraind in de ring stappen, ja. En ik ben yes. Ja. Was dat en, dus nu, ja. En nu kan je voorbereiden. Nu kan ik me voorbereiden en nu wil ik gewoon gassen. Ja, en die weer gewoon gas geven en dat rechtzetten. Rechtzetten. Ja, want je bent ook opgegroeid met een andere legend die het ook niet heel goed doet in het MMA, toch? Ja, Biggie Boy was het weg, ja. Biggie Boy, ja. Ja, samen, dan gingen we samen naar Kosovo vliegen. Daar hebben we ook daar gevochten. Oké. Leuke ervaring. Samen, gewoon vaak samen. Maar dat zijn de leuke ervaringen. Als je natuurlijk als professional bezig bent, dat je van, ik heb natuurlijk ook eigenlijk de hele wereld gezien. Omdat ik overal heb gevochten. En dat is natuurlijk wel het mooie van het vechten natuurlijk, dat je dat ook kan meemaken. Ja, maar dat is het, precies. Daar doe je het ook een beetje voor natuurlijk, hè, om wereldwijs te worden natuurlijk. En gewoon je naam te kunnen vestigen. Overal als ik naar, maakt niet uit waar naartoe ga, dan zijn er toch een paar mensen die herkennen. Dat is wel leuk. Nou ja, dat wou ik zeggen. Ja. Ik bedoel, tik op YouTube dan je naam in en dan zie je altijd weer een paar partijen naar boven komen natuurlijk. Ja, het is sowieso. Ja, en wat doet dat nu? Dus je bent een officiële echte prof, zeg maar. Hoe reageert je omgeving en je familie erop? Ja. Gewoon leuk erop. Ja, dat ik gewoon door moet blijven gaan. Gewoon je ding blijven doen, gewoon blijven focussen. Ja. Dan ga je het zien, kan je er. Okay. Ja, want vanuit je bent nu 29. 29 3 jaar geleden dan vanuit Suur hierheen gekomen. Dan is dat best wel een hele stap natuurlijk. Want je weet niet of je hier wel kan aarden. Je weet dat de kickboxscholen dat die hier heel goed zijn. Anders, dat je genoeg animo hebt om bij hele goede mensen te trainen. Ja. Maar er is ook nog zoiets als het aarden in Nederland. En kun je hier ook... En ja, dan kom ik gelijk met de deur in huis vallen. Het weer. Het weer is hier altijd een stuk kouder natuurlijk. Hier kan je beter ademen. Ja? Fris. Wanneer beter loopt. Ga je longen direct open. Het is fris. Je kan beter ademen, je kan beter stoten. En... Ja? Ja. Ik wil het weer. Het weer is geen probleem eigenlijk. In Suriname is eigenlijk meer warm. Maar eigenlijk zijn we donker en meer voor koud eigenlijk. Zo ja. Ik vind het fris beter dan warm. Om te trainen. Ja, Okay. Precies. Hey, omschrijf jezelf eens als een vechter. Of Mel, kan jij hem omschrijven als een vechter? Ja, ik heb een wedstrijd natuurlijk van gekeken tegen Levi. Ja. En net wat hij zegt. Toen was hij natuurlijk net... volgens mij dan niet helemaal klaar. Ik heb met zijn trainer gesproken, zijn huidige trainer, want je traint nu bij Clyde Petrus. Mm-hmm. En hij zegt, hij maakt echt hele grote stappen. Kijk, toen de tijd, hij heeft een zware stoot, snap je? Alleen hij wil hem iets te graag, wil hij hem klaarzetten, snap je? En op 1 stoot kan je niet winnen. Dat is wat ik had gezien. Yeah. Dus ik weet wel dat een knock-out kan komen als hij het opzet. Yeah. Dus hij wil wel vechten in ieder geval. Dus, en dat is eigenlijk de reden waarom ik deze match ook gemaakt heb. Boonie wil ook gewoon vechten. Ja. Dus ja, één van de twee. En er moest een waardige tegenstander zijn, dan hebben we gewonnen. Eén van de twee gaat het worden, Dus. Ja, want dat is wel spannend. Want uiteindelijk heb je natuurlijk met corona heb je dan maar 1 partij kunnen doen. Maar iedereen heeft natuurlijk last gehad van het feit dat we allemaal een jaar hebben stilgestaan. Ja. Ja. En dan ineens moet nu weer het nieuwe vechtritme moet weer opkomen. Ja, sowieso. En dat is het ook. Ik bleef gewoon mijn gasten trainen om beter te worden. Ja, alles wat je doet. Wat was het verschil tussen Cobra en Clyde? Wat is daar het verschil? Qua trainen is het heel anders? Want... Ja, dat is een groot verschil. Ja? Wat? Groot. Okay. Wat ik nu hoe ik me nu voel, daar ga ik werken en ik ben een klein dankbaar. Ja, oké. Dus het is voor jou een stap goed geweest, En zit dat in een stukje... Nee, voor jouzelf. Nee, ik respect. Het is gewoon een ander soort technieken waardoor je... Ik voel het goed direct. Ja, oké. Ja, Clyde is natuurlijk ook...
een groot vechter geweest vroeger. Snap je wat ik bedoel? Dus die weet de klappen, die weet ook de klappen van de zweep. En, hoe belangrijk is dat? Want jij bent relatief heel lang heb jij bij dezelfde school altijd gezeten. Ja, het is natuurlijk lekker als je gewoon altijd bij je trainer blijft waar je zeg maar begint. Eigenlijk heb ik twee langdurige samenwerking gehad met Tom Haring en met Mike Pazenier. En daarna ben ik overgestapt naar Said. En dat is eigenlijk mijn laatste drie jaar eigenlijk nu. Doe ik dat. Bij elke sportschool, bij Tom, voelde ik me in bepaalde aspecten voelde ik me heel goed. Bij Mike voel ik me goed en bij Said. En dat probeer ik eigenlijk. De beste dingen neem ik gewoon mee. Ja, en dat tuurlijk. Neem ik mee naar mijn dienst. En ik denk dat hij hetzelfde doet. Ik denk dat voor iedere vecht natuurlijk is. Ja, natuurlijk. Het kan zijn dat je op een gegeven moment de relatie met een trainer, dat het op een gegeven moment gewoon anders loopt. En het is niet slechter of beter. Nee. Maar soms heb je misschien ook weer eens behoefte aan een nieuwe kijk. En dat werkt. Dat werkt wel. Je ziet het zelf nu ook. Nou is Badr ook weer naar Said toe. Snap je? Eerst wou je toch nog proberen. Toch weer even een nieuwe kijk. Ja, en dan moet je kijken of iemand anders weer het vuurtje anders kan aanwakkeren. Waardoor je dus echt wat nieuws kan doen. En dat vraag ik me dan af. Hè? Is het dan dat een trainer op een gegeven moment. Dan heb je eigenlijk alles heb je wel met elkaar doorgenomen. Het zijn routines die je moet oefenen. Ja. Het is een bepaald vechtlust die je weer moet opwekken. Is het dan zo dat je, zoals jij ook, je bent zo ervaren. Dat je op een gegeven moment, je weet hoe je er naartoe moet. Maar is het dan dat je net bij een ander dan net voor even iets een andere energie krijgt? Of dat denk ik wel. Maar dat is wat Marciano net uitlegt. Snap je? Dus, het gevoel. Het wordt toch even anders, ja. Hij haalt weer echt iets anders naar boven bij hem. Waardoor hij dus weer even dat getige gaat krijgen. Afgierige. Juist. Ja, precies. Honger. Ja. Oh, je hebt honger. Dus je gaat Ibi eten. Zeker. Nou, had ik graag Ibi aan tafel willen hebben hier. Maar hoe moet Ibi daarop gaan regelen? Nee, maar hij heeft honger, dus dat is alleen maar mooi. Ja. Kijk, en dat is dus wat ik probeer uit te leggen van de jonge jongens. Hij heeft honger. Hij wil gewoon ook wat anderen nog hebben. En daar wil hij naartoe groeien. En dat is gewoon alleen maar mooi. Dus ik vind het hartstikke leuk. Wie had dat verwacht? Dat je ooit een professional vechter zou zijn? Hè? En dat je dan... Ik heb een lange run gedroomd dat ik toch de top kan bereiken. En nu sta je op de posters. Ik sta op de posters. Eigenlijk kan je op de posters staan in Nederland. Ring Fighter Celebrity. Nu kan ik altijd op de posters staan. Nu sta je in Nederland op de posters. Hoe vind je dat, die aandacht? Want dat is ook een stuk wat bij je komt natuurlijk. Media-aandacht. Mensen willen alles van je weten. Ja. Ik heb gewoon... hoe moet ik zeggen? Ik ga gewoon aardig mee om. Hoe, wat je wil weten. Ja. Gewoon uit. Ja. Het is normaal. Gewoon kort uitleggen. Gewoon wat je... Precies. Ze moeten je leren kennen. Ze moeten Gewoon een beetje leren kennen. Beetje, vaak kijken, vechten. Vaak kijken en ik ga ook vaak vechten. Door vaker te vechten gaan mensen je leren kennen. Sowieso. En dan kunnen mensen meer van je weten. En dat is natuurlijk wat je wilt hebben. Ja, sowieso. Maar we willen nu natuurlijk weten, 28 mei tegen Ibrahim Elbouni. Wat gaat het worden? Vertel het maar. Ja, ik ga gewoon mijn ding doen wat ik moet doen. Ik heb niet veel te zeggen. Ik ga gewoon wat ik moet doen. Voorspelling? Knockout? We gaan gewoon door wat we moeten doen. Ja? Ik heb niet veel te zeggen. Wat denk jij? Ik denk helemaal niks. Ik ben gewoon neutraal. Ja. Snap je? En ik selecteer de jongens gewoon uit. En hun moeten gewoon echt hun het beste laten zien van wat ze kunnen. En dat is waarvoor we staan. We willen de beste partijen neerzetten. En dan kunnen we daarop doorbouwen. Snap je? Dus voor mij, ik zeg het gewoon heel eerlijk. May the best man win. Ja, may the best man win. En mogen ze gezond uit de strijd komen. Maar dat wel sowieso. Een hele harde partij neerzetten. Ja, wel een mooie en het mooie is dat de mensen, die moeten de winnaar zijn. De mensen moeten de winnaar zijn. Dat maakt niet uit dan wie wint, weet je. Dat maakt niet uit. Maar dat ze zeggen... Deze partij is niet normaal. Ja. En dat is waarvoor je doet. Ja, maar dat is ook als je alsjeblieft hebt van de sport. Dan ga je zitten thuis en dan denk je, dit was het. Ja, dit is een mooie avond, lekker. Ja, en dat willen we hebben. Goede partij gezien. Van genieten. Yes. Precies. Dus, we hopen dat je ook gaat genieten 28 mei. Zeker. Tegen Ibrahim Elbouni. En we wensen je heel veel succes natuurlijk. Dank. Marciano Boegwandas hier in de studio. Dankjewel voor je komst en veel succes met voorbereiden. Ja. Tot slot, Melvin. Als mensen de stream willen volgen, waar kunnen ze dat dan volgen? Boxinginfluencers.com. Oké, dus daar kan je stream halen en dan weet je zeker dat je het actie niet hoeft te missen. Nee, dan weet je het zeker. Ook voor de WFL mensen, ook op boxinginfluencers.com. Oké. Ja, dan kan je het zien. Tot zover. Mooi. Dankjewel voor je komst. Dank u. Tot zover deze aflevering van The Punch. Bedankt voor het kijken. Graag voor meer informatie. Check de website en we zien je volgende keer weer bij een nieuwe aflevering.
Aanstaande vrijdag 28 mei. Boxing Influencers meets WFL. Met spectaculaire partijen. Zoals het veelbesproken gevecht tussen Rarko en Sonny Lorenzo. De ultieme Tampa Battle. Greg versus Daryl. En het gevecht waar velen al maandenlang op zitten te wachten. De clash tussen Hanway en Joey Craig. Maar er is meer. In samenwerking met WFL zullen deze avond ook professionele kickboxers het tegen elkaar opnemen in de ring. Waaronder Mark Trijsburg, de comeback van niemand minder dan Ibrahim El Bouni. En het titelgevecht tussen Raymond Bonte en Boy Boy Martin. Dus haal je livestream ticket vandaag nog via boxinginfluencers.com.